Hoi iedereen, leuk dat je weer kijkt naar All These Games. Ik ben Bo en vandaag ga ik weer een keertje een Snapchat Q&A doen. Ik heb dit al 2 keer eerder gedaan en als je die video's wilt zien, klik dan even op de linkjes in de beschrijving. Vandaag ga ik weer lekker opnieuw vragen beantwoorden die ik van jullie binnen heb gekregen via Snapchat. Heb je mij nog niet op Snapchat, maar wil je me wel toevoegen? Dat kan, ik heet Bokado en dan kan je me toevoegen en kan je mijn story zien. Snap sturen, weet ik veel, wat je maar wil. Mijn Snapchat staat altijd openbaar, dus iedereen kan me altijd wat sturen. Dus voeg me toe. Oké, ik heb al heel veel Snapchats binnengekregen. Ze blijven ook nog steeds binnenstromen. Want ik heb ongeveer 10 minuten geleden gezegd van ja, ik ga vragen beantwoorden. Dus ik ga er gewoon een paar random zo uitkiezen. En laten we beginnen. Hey Bo, wat is het leukste moment wat je tot nu toe hebt meegemaakt? Leuke momenten die ik tot nu toe heb meegemaakt, dat zijn er altijd meerdere. Er is nooit echt één moment in mijn leven wat ik zo leuk vond. Maar er zijn zoveel leuke dingen. Ik bedoel, ik ben vroeger op televisie geweest. Ik heb vroeger artiesten ontmoet die ik heel graag wil ontmoeten. Maar als ik nu zo moet denken wat het mooiste of leukste moment was, dan ga ik denk ik toch voor de YouTube Gathering en de ATG Meetings. Gewoon puur omdat de meetings waar jullie voor mij en Roy natuurlijk speciaal voor ons naartoe komen, dat vind ik heel bijzonder. En dat blijf ik altijd bijzonder vinden. En die dagen zal ik nooit vergeten. Ik zie mezelf al op mijn 80ste in mijn stoel zitten en terugdenken aan al die meetings en jullie en alle fanmail bekijken en foto's. Ik zie het al helemaal voor me en ik weet zeker dat ik dan terugkijk en denk van goh, dat was echt de leukste tijd van mijn leven. Of nou ja, misschien wordt het nog gekker en komen er nog meer leuke tijden, nog meer leuke meetings. Dat weet ik niet, maar voor nu, de meetings zijn de leukste dingen in mijn leven. Welk dialect of taal van Nederland vind je het allerleukste? Nou, welke taal of dialect ik het leukst vind in Nederland? Ik weet niet echt of het een dialect is, maar ik vind Brabant zelf best wel grappig om te horen, zeg maar. Ik vind het best wel een leuk accent. Het is meer een accent, het is niet echt een dialect. Mensen die Limburgs praten vind ik ook wel grappig. En voor de rest zou ik het eigenlijk niet weten. Hoi Bo, mijn vraag voor jou is, kijken jouw ouders jouw video's? Mijn ouders kijken wel naar mijn video's, maar ik upload natuurlijk elke dag video's en het zijn ook games en verschillende dingen. En natuurlijk gaan ze niet elke dag alles kijken. Maar mijn moeder kijkt meestal wel alle vlogs en zo en die dingen dat ik iets ga doen en zo. Mijn vader iets minder, maar die kijkt ook wel soms, maar mijn moeder die kijkt wel het meeste van mij. Hey Bo, ik vroeg me af, wat doe jij meestal op Koningsdag? Nou, die Snapchat was helemaal in de koningssfeer, want het is vandaag Koningsdag dat ik dit opneem. Maar ik doe op Koningsdag eigenlijk helemaal niks. Ik heb vroeger wel Koningsdag wat vaker gevierd en dan gingen we gewoon naar het dorp of naar een markt of zo. Ik heb ook een keer een helikopter gevlogen op Koningsdag. Maar ik doe eigenlijk nooit wat speciaals en vandaag ook niet. Dus ik ben niet echt een Koningsdagvierder, zeg maar. Hey, met welke camera film je? Ik film op dit moment met de Canon G7X, maar soms gebruik ik ook de Canon 60D. Wat vind je het leukste van de Dutch YouTube Gathering? Nou, het leukste van de Dutch YouTube Gathering, dat vind ik natuurlijk jullie ontmoeten, want wij komen naar de Dutch YouTube Gathering voor jullie. Dus dat vind ik ook het leukste om te doen, gewoon dat wij bij onze meeting staan en dat jullie zo aan zien komen. En ja, dat is gewoon heel bijzonder dat jullie voor ons komen en ik vind het ook ontzettend leuk om fanmail en zo te ontvangen. En ik vind het altijd leuk als kijkers lekker enthousiast zijn en ons een knuffel geven en helemaal vrolijk. En ja, daar word ik zelf ook helemaal vrolijk van. Ik vind het natuurlijk leuk om jullie allemaal te ontmoeten, ook al ben je verlegen. Dan vind ik het ook hartstikke leuk. En kom je naar de YouTube Gathering? Laat het weten, want ik heb er heel veel zin in. Oh ja, de YouTube Gathering is trouwens op 30 april en 1 mei. Dus als je die video hierna kijkt, dan is die al voorbij. Hi Bob, mijn vraag voor jou is, wat maakt jou super gelukkig? Wat mij super gelukkig maakt is jullie kijkers natuurlijk. Pancakes van de IHOP. IHOP is een Amerikaans restaurant, helaas niet in Nederland. Maar ik ga over 2 weken op vakantie naar Amerika, dus ik kan IHOP eten. Yeah! Ja, vast nog wel meer dingen, maar ik kan het nu even niet bedenken. Mijn vraag aan jou is, zou je liever nooit meer zien of zou je liever nooit meer kunnen horen? Bye, like de video. Ja, like deze video zoals zelfs zei. Maar ik zou denk ik liever niet meer kunnen horen zoals eigenlijk heel veel mensen. Want het lijkt mij afschuwelijk om niet meer te kunnen zien. Het lijkt me natuurlijk ook heel erg depressief en alleen als je niks meer kan horen. Maar ik denk vrijwel dat ieder mens ervoor gaat om niet meer te kunnen horen. Omdat als je niks kan zien is het leven gewoon zo moeilijk. En als je kan zien dan kan je tenminste nog wel gewoon lezen en gebarentaal natuurlijk praten. En ja, ik zie liever gewoon de wereld dan dat ik alleen maar kan horen. Dat lijkt me echt heel naar dat je niks meer kan zien. Moet je je voorstellen. Ik heb echt respect voor mensen die hun hele leven al blind zijn. Dat lijkt me echt ontzettend moeilijk en naar. Zou je ooit stoppen met YouTube? En als het zo is, wat zou de reden zijn? Ik zou nooit zomaar stoppen met YouTube. En als ik ermee ga stoppen, dan moet dat wel een hele bijzondere reden hebben. Ik kan eigenlijk echt geen reden bedenken waarom ik zou stoppen met YouTube. Maar ik denk dat de enige reden zou kunnen zijn dat ik bijvoorbeeld geen camera meer heb, geen computer meer. niks meer. Dat ik dus geen filmpjes meer kan maken. Ik denk dat dat de enige reden kan zijn, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dus ik ga denk ik nooit stoppen met YouTube, zoals het er nu uitziet. Dus jullie hoeven allemaal niet bang te zijn. Wat zouden jullie doen als jullie de 100.000 abonnees bereiken? Als ik de 100.000 abonnees bereik uiteindelijk bij, dan ben ik blij natuurlijk. Ik heb echt geen idee hoe ik ga reageren. Ik denk echt dat ik een traantje ga laten. Omdat ik vroeger altijd zei dat het voor ons onmogelijk was om de 10.000 abonnees te halen. Nou, moet je kijken. We hebben er nu al meer dan 80.000. Dus dat is echt bizar. En ik ga denk ik echt huilen en dansen en gillen als ik de 100.000 abonnees heb gehaald. Wij doen al meer dan 6 jaar aan YouTube. Niet op All These Games, maar op andere kanalen. En het zou echt heel bijzonder zijn om na die lange tijd eindelijk de 100.000 abonnees te bereiken. Dat lijkt me echt heel bijzonder. Ik heb echt geen idee hoe ik ga reageren. Wat zou je doen als YouTube niet bestond in ieder geval een antwoord werken om als opleiding? Love you. Love you too. En ik denk dat ik stewardess zou worden of een stewardessopleiding zou gaan doen. Ik wil ongeveer sinds mijn 7e stewardess worden. En het lijkt me eigenlijk nog steeds heel erg leuk om dat te doen. Of het nou stewardess is in een vliegtuig of grondstewardess. Het lijkt me gewoon leuk om op het vliegtuig of op het vliegveld te werken. Dus ik denk dat ik dat zou doen als ik geen YouTube zou doen. En misschien dat ik dat ooit later ook wel ga doen. Hey Bo, ik heb een vraag. Ben je telefoonverslaafd? Ik ben wel een klein beetje telefoonverslaafd. Maar ik denk dat ik meer social media verslaafd ben. Ik check heel vaak mijn social media. Twitter, Instagram, Facebook. Maakt niet uit. Ik hou het allemaal helemaal bij. Dus ik denk eerder dat ik social media verslaafd ben. Maar dat is ook wel een beetje telefoonverslaafd. Want social media check je op je telefoon. En ja. Wat vind je lekkerder? Popcorn of chips? Nou, dat vond ik wel een originele snap. Maar ik denk dat ik zelf chips iets lekkerder vind, omdat er meer keuzes en zo. Popcorn vind ik ook wel lekker, maar ik zou eerder voor chips gaan dan voor popcorn. Hey Bo, ik ben Isa en ik hou superveel van mijn katten. Jij natuurlijk ook. Maar welke huisdieren vind je nog meer leuk? Ik vind honden ook ontzettend leuk en ik zou het ook best wel leuk vinden om een hond te hebben. Maar mijn vader is daar niet zo fan van en we hebben ook al 4 katten, dus dat gaat hem helaas niet worden. Maar wie weet dat ik later zelf een hond neem, maar dan wel hond en katten. Want katten die horen gewoon in mijn leven. Hoi Bo, mijn vraag was wat je lievelingskleur is. Doei! Ik heb niet echt een lievelingskleur, maar ik vind sowieso het zwart gewoon een fijne kleur. Paars vind ik wel een mooie kleur. Roze soms ook wel, maar dat ligt er een beetje aan. En voor de rest zou ik het eigenlijk niet zo goed weten. Ik vind beige trouwens ook wel mooi. Vind je van kinderen? En wil je later misschien wel kinderen? Ik vind zelf kinderen heel erg leuk. Ik vind het ook best leuk om met ze om te gaan. En kinderen kunnen hartstikke leuk zijn en interessant en gezellig. En ik vind het verder dus heel leuk om met kinderen om te gaan. Maar nu komt dat gekke. Ik heb zelf echt totaal niet het gevoel dat ik zelf een kind wil. Ik vind kinderen van andere mensen leuk. Ik vind het leuk om met andere kinderen en zo om te gaan. Maar wil ik ze zelf? Nee, ik denk het niet. Wie weet dat dat later nog verandert, maar zoals het er nu uitziet hoef ik geen kinderen. Nou jongens, dit was alweer de Snapchat Q&A van vandaag. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als je het leuk vond en als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. Wil je dat ik vaker een Snapchat Q&A doe? Laat het dan vooral weten in de reacties en voeg me natuurlijk ook toe op Snapchat. Mijn Snapchat is Pokedo. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!